Hartelijk welkom. In deze video leggen we uit hoe u de interne voorverwarmingsbatterij van Inspire Top installeert. De installatie moet gebeuren door vakmensen die over het juiste gereedschap beschikken om de volgende taken uit te voeren. Eerst en vooral moet u controleren of het toestel uitgeschakeld is. Daarna schroeft u de groene afdekplaat los. Verwijder de schuimrubber van de kabeldoorvoer aan de gewenste A- of B-zijde door hem vanaf de binnenkant van het toestel met uw hand eruit te duwen. Breng vervolgens de voedingskabel van de batterij in de aftakking en leid hem door de kabeldoorvoer. Schuif de batterij volledig in de opening. Plaats de schuimrubber terug voor de afdichting van de kabel. Installeer daarna het statisch relais en verbind de rood-witte stuurbedrading met het moederbord van het toestel en de kastanjebruine stroomdraad met de connector. Sluit de batterijkabel aan. De blauwe N en geel-groene bedrading op de connector en de kastanjebruine L1 op het statisch relais. Controleer tot slot of de bedrading van de verschillende onderdelen correct is en schroef het statisch relais vast. Vink op de productplaat de installatie van de batterij aan in het overeenkomstige vakje. Nu hoeft u alleen nog het toestel aan te zetten en in Aldes Config of de afstandsbediening aan te duiden dat er een batterij in de unit zit.